hij doet het in één keer. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de, volgens mij, derde editie van de Songs of Praise. U hebt allemaal het koude weer getrotseerd. En we hebben even gekeken, althans Bart heeft even gekeken, maar als u weggaat, dan is het nog steeds droog, als het goed is. Die sneeuw die komt pas later, heb ik het idee. En ook allereerst dank voor uw komst, maar ook dank voor de opgave van de liederen. Dit keer waren het er wel wat minder dan vorige keer. En tegelijkertijd waren er ook een aantal liederen die al eens voorbij waren gekomen. Dus ik heb wel, net als andere keren, zelf een keuze moeten maken. Er zitten, dat zal u niet verbazen, ook een paar kerstliederen bij, maar ook andere liederen. Het is dus niet alleen kerst. Ik heb eerst nog even gedacht van God, 2 december. Nou, dan kun je er ook wel een kerstspecial van maken. Maar we hebben het gewoon opengelaten en ik ga met uw liederen aan de slag. Bij sommige liederen heb ik een toelichting, bij andere even wat minder. Ik vermeld wel even wie het lied heeft opgegeven. En we gaan vooral lekker zingen vanmiddag. Dat is eigenlijk de bedoeling. En ik wilde beginnen met een hele klassieke, Samen in de naam van Jezus. Alle teksten worden gebeamerd. We laten de kerk even een beetje zo. Dit is wel lekker sfeervol, denk ik. En ik wens u heel veel zangplezier. Dit lied was overigens opgegeven door Marijke. Marijke heb ik even heel gauw gesproken. Ja, daar is ze achterin. Het volgende lied. Die opgave kwam van Jenneke. De maan is opgekomen. Het is wel even leuk om te doen, want u kunt allemaal bij de liedboeken, volgens mij, rechts. Joost, mag ik de volgende dia wel van je hebben? Joost. Mag ik de volgende dia? Dankjewel.
En in het liedboek is dat nummer 246b. En daarom laat ik u het even opzoeken. Dit is eigenlijk één van de weinige in de liederen in het liedboek waarvan de originele versie, want het lied komt uit Duitsland, ook is opgenomen in de Duitse tekst. 246a. En dat heeft de commissie toen de tijd besloten omdat die Duitse tekst zo mooi was. Heel klein beetje informatie over het lied. De oorspronkelijke tekst is uit eind 18e eeuw. En het lied raakte al snel wijdverbreid. In Duitsland vooral ook als volkslied. Als we straks de eerste drie versen zingen, zult u merken, het gaat heel erg over de maan, de natuur, etc. Even kijken waar ik was. Vooral als volkslied. In bundels met volksliederen werden dan meestal de eerste drie en de laatste strofen geplaatst. Waardoor het lied ontdaan werd van zijn religieuze lading. Die religieuze lading die zit dan in de versen 4, 5 en 6. En het lied kwam langzamerhand in de tweede helft van de 19e eeuw in kerkelijke bundels terecht. En later in nagenoeg geen enkele, het zou nergens in geen enkele Duitsstalige bundel ontbreken. Zo populair werd het eigenlijk. Ik laat u even die Duitse versie opzoeken en als u dan even met me meekijkt, want het is een klein detail, naar het laatste couplet. Ja, het is wel goed inderdaad, het ligt even aan, maar anders kunt u het niet lezen. Verschoon ons God met straven und las ons ruhig slaven und unseren kranken nachbarn auch. En dat is in eerste instantie vertaald in het Nederlands met je zieke buurman. Dat staat er ook daadwerkelijk. En die vertaling is uiteindelijk door de commissie niet overgenomen, want dat zou allemaal een klein beetje te veel dichtbij komen en te veel aanwijzen van ja, je zieke buurman. Dat hebben ze dus ook echt duidelijk anders vertaald. Als u kijkt bij couplet 7 in het Nederlands. God weer van ons het kwade en wees in uw genade met ieder eenzaam mensenkind. Dat is alweer wat algemener. De commissie die het nieuwe liedboek samenstelde, die heeft, daar kon het ook niet door de censuur heen komen, de vertaling van de zieke buurman. Wij zingen van dit lied 1, 2, 3 en 5. En ik laat hem eerst even een keertje horen. Thank you.
ik vond vooral de tekst heel mooi. Want als je daar dan leest van hey, van de maan zie je op een bepaald moment maar een klein stukje. Maar hij is er wel in zijn geheel. En zo is het ook zeg maar in het gewone leven. Je ziet maar een deel. Vaak, maar er is vaak nog veel meer. Dan kom ik bij een lied opgegeven door mevrouw Hagort. En die had ik ook al heel even gesproken. Ik ben er nu, waar zit ze? Oh ja, er zijn zoveel mensen dat ik u ineens... En u had opgegeven uit de bundel van Johan de Heer, het was nacht in Bethlehems dreven. En volgens mij schreef u er iets bij in de zin van, daar had u hele goede herinnering aan. Uit uw jeugd. Ja, precies. Van het lied zelf heb ik niet zo heel veel te vertellen. Het staat in de bundel van Johan de Heer. Wat mij opviel is dat het eigenlijk pas in die bundel is opgenomen vanaf de 28e uitgave in 1991. Het zal daarvoor in andere bundels hebben gestaan, ongetwijfeld. Dat zal het geweest zijn, ja, precies. Ik krijg het van mijn ouders. Oké. Okay. Ja, komt u gerust hoor met op- en aanmerking. Ik wil gewoon een beetje heen en weer. Daarvan zingen we coupletten 1, 2 en 3 en dat wilde ik op het orgel genoemd. Altijd een beetje de schrik van een organist. Het overkomt ook wel eens hoor. Dan heb je 1, 2, 3, 4 versen gespeeld. Dan moet er eigenlijk nog een vijfde. Dan denk je bij 4, nou we zijn er wel. En dan... Ja. Een andere schrik van een organist. Er zijn ook nog van die liederen die hebben op het eind een half couplet. En dat je dan ook maar ophoudt. En soms ben je zeg maar, toch in je spel zo bezig dat je dan gewoon doorgaat. En dan is eigenlijk een beetje de kunst van, nou net doen alsof het zo hoort. En dan valt het niemand op. Dat hoop ik dan. Dat hoop ik dan. Het volgende lied is opgegeven vanuit de States. Ja. Een opgave vanuit Amerika. Door Jan den Hollander. Ja, die.
die waren in de States en dat vind ik dan toch geweldig. En dan toch denken van we moeten nog eigenlijk wel even een lied opgeven. Dat vind ik helemaal super. En jullie hebben daar heerlijk Thanksgiving gevierd, heb ik begrepen. Helemaal top. En Jan schrijft daarbij, heeft opgegeven Joy to the World. Dit is hier, dat wil zeggen de USA waar wij op dit moment verblijven om Thanksgiving te vieren met onze dochter en haar gezin. Vandaar dat ik dat wist, hè, want het is zo ongeveer de allerbekendste kerel. Wat mij opgevallen is dat het in Nederland maar weinig te horen is. Is daar een reden voor of is het louter toevallige onbekendheid? Die vragen hebben mij even bezig gehouden, Jan. En of daar een reden voor is, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb de tekst opgenomen, Joy to the World, in de Engelstalige versie met noten op het scherm. Ik denk dat het iets met de taal toch te maken heeft hier. Denk ik. Er zijn wel op deze melodie diverse andere liederen geschreven. Maar ja, die zijn eigenlijk toch niet zo, zeg maar, conform de tekst die hier staat. Jan schrijft er nog bij, en dat is ook wel aardig, in de Congregational Church, waar wij destijds lid van waren, was het gebruikelijk de viering op kerstmorgen te besluiten met deze kerel, als het ware om de vreugde van kerst te gaan delen met de wereld. En dat, als we het zo meteen gaan zingen, dat is een hele logische. Zou ik van jou, Joost, de eerste dia even in beeld mogen hebben? Nou, doe maar even de tweede als je wil. Dit is een beetje recht toe, recht aan. Hier wordt het hier en daar al wat lastiger, want u ziet bijvoorbeeld het eerste regel, every heart prepare him a room. Er moeten zo nu en dan meerdere nootjes op één lettergreep. Is het voor u groot genoeg? Ik denk dat het moet kunnen. Nee? Oh. Ja. Dan een beetje gokken, denk ik. Maar wat ik met u wil proberen is toch alle vier de coupletten even door te zingen. Probeert u of u dat met het Engels voor elkaar kunt krijgen. Lukt dat nou niet? Denk dan niet van nou, dan hou ik mijn mond maar. Ga rustig op la la la, noe noe noe. Ga daarop. Dat doe ik met de koorrepetitie ook. He, ze krijgen een nieuw lied. Dan gaat het om het eerste. Wim knikt al heel erg instemmend van het is zo. Dan wil ik graag dat ze eerst de noten een beetje leren kennen en de tekst komt daarna wel. Dus probeer dan toch gewoon lekker mee te doen. Het wijsje zult u kennen, ongetwijfeld.
En ik denk dus inderdaad dat het met de taal te maken heeft, want dan is het gewoon lastiger te zingen. Maar nou was ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig, hoeveel vlotter, Jan? Hoeveel vlotter? Maar er moet er nog ietsje meer upbeat in. Ja, er zit een upbeat in, precies. Zo, niet. Kunnen we eens één keer couplet één doen in het tempo van Jan? Applausje voor uzelf, absoluut. Ja, Jan, dat maakt het dan nog weer. Het is geen wetenschappelijk onderzoek waarom het nou niet zo populair is hier, maar ik denk dat dit wel een beetje een hint geeft. Omdat ik wat minder opgaven had, heb ik mezelf eigenlijk zeg maar, gegund om ook een lied uit te zoeken. En nou knikt u allemaal wel, maar u weet helemaal nog niet wat komt. In de kersttijd, er zijn natuurlijk een hele hoop bekende kerstliederen. En er is er eentje die mij eigenlijk wel gefascineerd, of fascineert eigenlijk nog steeds. En dan niet zozeer vanwege de melodie, als wel vanwege de tekstdichter. En mag ik één dia verder, Joost? En dat is het lied 511 uit het liedboek. Door goede machten trouw en stil omgeven. Zegt iemand u dit iets? En inderdaad, ik hoor het al, het is van Bonhoeffer. Dit is een lied geschreven, de tekst althans, niet de melodie, door Dietrich Bonhoeffer. En het lied hoor je eigenlijk nooit. En dat heeft denk ik een reden, omdat de melodie zoals die in het liedboek staat, is best lastig. Ik heb twee versies meegenomen, eentje vanuit het liedboek en een andere versie. En die wilde ik eigenlijk allebei eens even met u proberen. Maar eerst even iets over Bonhoeffer en de tekst. De tekst van dit lied schreef Bonhoeffer in de dagen voorafgaande aan 19 december 1944 in de gevangenis van het Gestapo-hoofdkwartier in Berlijn. Dus hij zat gevangen en heeft deze tekst geschreven. Op de genoemde datum, dus die 19 december waar ik het al over had, schreef hij zijn verloofde Maria von Wedemeyer namelijk een brief die hij afsloot met de mededeling dat hem de laatste avonden een paar regels ingevallen waren die hij nu als kerstgroet aan Maria en de overige familie op papier zette. Daarop volgde de tekst van von guten Mächten treu und still umgeben. En als je de tekst, als u de tekst zo meteen ziet, dan is het best wel een redelijke hoopvolle tekst. Maar dan denk je bij jezelf van ja, maar je zit daar in de gevangenis, bij de Gestapo. En dan ga je toch nog zo'n tekst schrijven. En dat is iets wat mij altijd wel een beetje intrigeerde. En vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt. Ik laat u de melodie van 511 even horen. En die is op zich best lastig. Het is niet zo heel erg toegankelijk. Komt-ie. Thank you.
nog één keer voor. Ja, wat vindt u zelf? Prachtig. Wel moeilijk. Vooral in het begin, dat zijn een aantal lange noten achter elkaar. En dan pas gaan we doorzingen. Mogen we deze twee coupletten nog één keertje weer doen? U hebt het nu even twee keer gezongen, u hebt het even gehoord. Eens kijken of het nu wat makkelijker gaat. Als ik van ja, ik hoef het niet eens te vragen. Joost gaat op terug naar couplet 1. Meer toegankelijkere versie. Joost, mag ik hem hebben? Nog eentje verder? Ja. Dit is al groter, denk ik. Dit heeft Piet van Vuren voor mij gedaan, daarom is het toch zo duidelijk. Dit is een hele rustige versie, die laat ik u ook even een keertje horen. Laat eens even op u inwerken wat u daarvan vindt. Ik meen dat daar 1, 2, 3 coupletten staan. We gaan maar gewoon even door. Maar eerst even een keertje luisteren. Thank you.
Ja. Deze, laatste. Nee. Maar waarom niet? Want dit is toch een prachtig lied. Is een prachtig lied. Absoluut. Absoluut. Ga ik meenemen, ja. Dankjewel, Femke. Ik heb deze versie ook van de week pas gevonden. Dus ik was inderdaad bezig met dat lied van Koete Mechten vanuit het liedboek. En al googelend kwam ik deze versie tegen. Het is een heel andere stijl. Hier is ook met de tekst in zoverre een beetje aangepast. Alle coupletten zitten erin, alleen als er een refrein komt telkens het laatste couplet terug. Het laatste couplet hebben wij ook in de liedboekversie gezongen. Dank u wel. Misschien kunnen we het wel met kerst doen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. We gaan nu iets heel anders doen. Dit is een lied opgegeven door Mieneke. En dan is het Scheepke onder Jezus hoede. En Mieneke, ja, duimpje Mieneke. En dat is denk ik ook vanwege vroeger herinneringen, dit liedje. Ja, absoluut. Even iets over het ontstaan van dit lied. Het lied verscheen in het eerste stuk van Adema van Scheltemas voor Huis en School. Liederen uit den Bijbelschen Almanak, 1870. En verspreidde zich vandaar over andere bundels, in de regel met het net iets gewijzigde tekst en melodie. Dat zie je vaak, hè, met deze liederen, heel veel liederen trouwens hoor. Dan worden ze wat ouder, verandert een klein beetje iets in een tekst of een heel klein beetje in de melodie. Er zit ook heel vaak een soort overlevering zit erin. De versie van de zesde uitgave van zangbundel Johan de Heer is bepalend voor de rest van het lied. Ja, dit is een beetje technische informatie, maar Johan de Heer, die bundel is in heel veel edities verschenen. En als u nu een nieuwe bundel zou kopen, je bladert hem door. Ik geloof dat er dik 1000 liederen in zitten, zo niet meer. Maar je komt heel vaak bladzijden tegen van nummer 658. En dan is die helemaal leeg. Er was vroeger een 658, maar in de nieuwste edities niet meer. En in plaats van dat ze dan de liederen doorschoven, bleef het gewoon leeg. Dan was 658 altijd 658. De melodie. Hiervan wordt gezegd, die is bijzonder vrolijk, opgewekt staat er, en een zesachtste maat. En een zesachtste maat is een uitgesproken dansritme. Ja. De melodie, en nou is het een beetje hinein interpreteren of inleggen, denk ik, vind ik. De melodie lijkt te suggereren dat het bedreigende slingeren van het scheepje niet meer dan een dans is. Of dat zo is, het bewegen van de golven is op deze manier spannend en geruststellend tegelijk. Het is meer de wildwaterbaan van de Efteling dan de oervloed. Ik heb dit gepikt, hè? Dit haal ik ergens vandaan. Dit is niet, zijn niet mijn woorden. En de golf die bij voort het schip optilt, kan geen kwaad. Ook de tekst wijst in die richting. Of u het zo ervaart, dat laat ik aan u. Dit is van degene waar ik deze informatie vandaan heb gehaald. Dit lied wilde ik weer op het orgel gaan doen. En we zingen couplet 1 en 2. Mieneke had opgegeven alleen couplet 1. Ik denk, doe stiekem 2 erbij. Thank you.
En u doet zelf ook al een beetje aan overlevering. Want ik hoorde u, een aantal mensen van u, het volgende zingen. Staat er niet. En dan kunnen dus twee dingen mis zijn. Of de bundel klopt niet, of een aantal van u hebben zeg maar net dat riedeltje wel in het hoofd zitten. Dat zou ook nog kunnen, ja, dat het weer aangepast is. Geen van tweeën is goed of fout, hè? Hou me te goede. Maar zo kun je zien wat er gebeurt met dat soort liederen. Overigens, dat is wel gewoon even een klein detailtje. Dit is zo'n bladzijde, dat is voor mensen achterin moeilijk te zien. Maar in de bundel van Johan de Heer is het vaak met heel veel kruisen en heel veel mollen. Hier staan er aan het begin vier kruisen. En het lied wat we net hebben gehad, het was Nacht in Bethlehems Dreven. Dat is dan ineens in vier mollen. Dat betekent dat je dan ook zoveel zwarte toetsen moet gebruiken voor de mensen die een beetje piano spelen. En dan zit je er gauw achter alles eentje naast. Dat je denkt van, oh chips, u hebt het waarschijnlijk niet gehoord, maar ik zat er ergens bij een lied ook naast. Niet gehoord? Ja, heel goed. Dat zou voor een volgende editie zijn, hè? Hoor de foute noten. Nou ja, ik heb u misschien nog wel eens verteld, maar goed, als je een fout nootje maakt, dat is natuurlijk allemaal niet zo heel erg. En een studiegenoot van mij, die orgel afgestudeerd en die speelt een heel groot werk van Bach, overigens ikzelf tijdens mijn eindexamen ook, en die maakt ergens echt gewoon, speelt een foute noot. En hij moest dat stukje ook nog weer herhalen. Dus met de foute noot. Want als je dan het anders doet, dan gaat het opvallen. Klopt. We gaan naar het ene laatste lied, opgegeven door Hans van Laar. Wat de toekomst brengen mogen. En nou krijgen we weer een heel klein beetje een linkje met de States. Dat vond ik wel grappig. De melodie is van ene meneer John Zundel. Geboren in Hoogdorf in Duitsland. En daar is hij ook gestorven bij Stuttgart. En de melodie staat bekend als Beecher. B-E-E-C-H-E-R. Vooral in Engeland en ook daarbuiten. Een melodie werd vaak niet gekoppeld aan de componist. Maar aan of de plek waar het gemaakt was. En zo kreeg elke melodie een naam. Deze meneer Zundel, en nou kom ik op het linkje, bracht 30 jaar door in de Verenigde Staten. Begon daar als organist aan de Lutherse Kerk in Sint-Petersburg, en daarna New York. En uiteindelijk kwam hij in Brooklyn terecht. Is dat een beetje bij jullie in de buurt? Of? Ja, ik ken de steeds. Oké. Okay. Ja. Daar, in Brooklyn, werd hij organist en de predikant Henry Ward Beecher, dat is de naamgever dan van het lied in dit geval, dus geen plaats maar een predikant, zij waren met z'n tweeën een kostelijk duo. Nou weet ik niet zo goed wat ik moet voorstellen bij een kostelijk duo tussen een predikant en een organist, maar dat zou kunnen. De laatste al even gevierd op de kansel als de eerste op het orgel. En duizenden bezoekers zondag aan zondag zeiden Michel Coe to Heer Beecher en Zundel. Dus ze gingen naar de predikant en de organist. Daar gingen ze naartoe. Wat de toekomst brengen mogen. Ik meen twee coupletten. Thank you.
ik wilde zo meteen afsluiten met gewoon een hele bekende, en dat is 416, Ga met God. Ik wilde u bedanken voor uw aanwezigheid. Als het goed is, staat er hier en daar een hapje en een drankje klaar voor zometeen, om even wat na te kletsen. En voor het slotlied zou ik u willen vragen om, als het kan, te gaan staan.